Wij hebben net gehoord dat jij nog even naar de Tros ging. Maar vervolgens ben je toch snel andere dingen gaan doen lopen. Ja, ik ben bij de Tros weggegaan. Ik had een goede vriend die een beetje in de business zat. En die vroeg van, joh, zou je iets willen doen in de business? Nou, toen ben ik eerst een groothandel begonnen. In radio en tv apparatuur. Ik ben nog even drie jaar... Uh, directeur geweest van een uh, grammofoonplatenketen. Uh, een klein ketentje, moet ik zeggen. In het westen des Lands. En uh, ja, op een gegeven ogenblik uh, ben ik uh, in een sigarenwinkeltje uh, gerold. <laughs> Heel wat anders. Omdat een uh, andere goede vriend ook vier van die winkels had. En die deed het best leuk. Toen dacht ik: van Nou ja, waarom niet? En daar is het eigenlijk een beetje begonnen, want dan uh, krijg je sigaren, je hebt een pakje kauwgom, je hebt een, een, een krantje en dan blijkt er ineens vraag te ontstaan naar uh, heb je ook uh, wat lectuur of uh, heb je misschien een flesje wijn of uh, nou op een gegeven moment dan ga je bouwen dan ga je aan de vraag voldoen en dat is belangrijk voor ondernemen je moet luisteren naar je klanten en dat heb ik gedaan en op een gegeven moment heb ik dus een, een behoorlijke winkel gecreëerd met veel aanbod tot zelfs speelgoed toe en dan ga je op een gegeven moment ga je naar je omzetcijfers kijken en, je, en, en dan zeg je van ja dat product is het eigenlijk niet helemaal en dat product is het misschien ook niet en dat product moet ik wat meer aandacht geven en zo ontstaat er dan langzaam maar zeker een formule uh, niet alleen qua uh, producten, maar ook de aankleding van je winkel. Daar ga je ook naar kijken. Van, uh, kan ik hem niet beter op een andere manier inrichten? Uh, routing, bekend verhaal. Inmiddels wel, ja. Toen nog Dat, niet. Ja, nee, maar nou in mijn tijd dus wel. 1975 ben ik daarmee begonnen. En ja. uh, in, in, in pakweg 1980, toen had ik een redelijke formule staan. Uh, voor mijzelf. En ja. toen heb ik mijn vrouw ontmoet, uh, mijn vrouw Lida. En die, uh, ja, die had het niet zo best bij haar uh, toenmalige baas. En toen zei ik van nou weet je wat, dan gaan we een tweede winkeltje voor jou inrichten. En dat hebben we op dezelfde basis gedaan. En dat bleek ook een succes te zijn. En daarna volgde er heel snel een derde winkel en een vierde winkel. En die hadden we allemaal een klein beetje in de basis... hetzelfde uh, ingericht, uh, zelfde productgroepen meegegeven... en dat soort dingen meer. En toen ontstond er dus al een klein uh, uh, formuletje. En op een gegeven ogenblik kwamen we met het personeelsprobleem natuurlijk... want we hadden zes personeelsleden. Was er één ziek, moest er één met vakantie en al dat soort dingen meer. En toen hebben we gezegd, ja, weet je wat, dit wordt te gek voor ons. We stonden om vijf uur op, s morgens... en we gingen s'avonds om tien uur, twaalf uur soms naar bed... Uh, weet je wat, we gaan eens kijken naar een alternatieve mogelijkheid. En toen kwamen we ineens op het idee franchising terecht. En nou, dat daar... heeft ons succes gebracht.